Een goede dag, leuk dat u kijkt naar weer een nieuwe instructievideo van Autoluis. In dit geval gaan we het hebben over het Suzuki infotainment systeem en daarbij dieper induiken op de navigatie. Navigatie benadert u vanuit het homescherm links onderin op het blauwe gedeelte met rijden. Wanneer we dit aanraken, opent automatisch de kaart. In dit geval staat de kaart op noorden georiënteerd. Dit kunt u eventueel aanpassen. Veel mensen vinden bijvoorbeeld de birdview positie prettiger, omdat ze dan een beter overzicht hebben van de kaart. Dit kunt u instellen door middel van het scherm hier aanraken op het pijltje en u ziet dat de kaartoriëntatie verandert. Wanneer u een bestemming wilt invoeren, kunt u linksbovenin op het blauwe pijltje drukken. Hierzo heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt geocoördinaten invullen, u kunt POI's invullen, points of interest, bijvoorbeeld een hotel, een tankstation of een autodealer, bijvoorbeeld uw Suzuki dealer. Tevens kunt u ook natuurlijk gewoon een adres invoeren. In dit geval gaan wij voor een nieuw adres. We beginnen daarbij met het land. Het navigatiesysteem is uitgerust met een complete Europa navigatie. We gaan naar Nederland. Vervolgens kunnen we de plaats of postcode invoeren. In dit geval gaan we voor de plaats Heemstede. Je ziet dat die ook automatisch al wordt ingevuld. Vervolgens kunnen we de straat invullen en we gaan naar de Krukjesweg. Je ziet ook dat die automatisch wordt ingevuld. Vervolgens doen we het huisnummer, in dit geval 29. We kunnen nu de navigatie starten door middel van het pijltje in te drukken. De route is berekend. Rijd naar een gedigitaliseerde weg. Het systeem geeft nu aan, rijd naar een gedigitaliseerde weg. Dit heeft ermee te maken omdat we op een parkeerplaats staan, welke niet bekend is. U ziet onderin het scherm een aantal gegevens staan, namelijk de reistijd, hoe lang het duurt voordat u op uw bestemming bent, de verwachte aankomsttijd, de afstand die u nog moet rijden en de actuele tijd. U heeft zojuist de instructie, hoorde u. Mocht u deze gemist hebben, kunt u deze herhalen door middel van u bevindt zich buiten een gedigitaliseerde weg. Wanneer u dat dus doet, wordt de laatste instructie wordt herhaald. Wilt u de bestemming weer stoppen, drukt u op navigatie stoppen. En vervolgens, wanneer we teruggaan, ziet u dat de bestemming eruit is gehaald. En dat er dus geen instructies meer gaan volgen. De bestemming kunt u eventueel ook invoeren door middel van spraaksturing. Dit doet u door middel van de spraakknop in te drukken. Geef een commando. Adres Krukjesweg 29 Heemstede. Krukjesweg 29 Heemstede. Is dat juist? Ja. Krukjesweg 29 Heemstede. U kunt de navigatie starten of delen van het adres wijzigen. Navigatie starten. Navigatie naar de gekozen bestemming. De route is berekend. Rijd naar een gedigitaliseerde weg. U ziet dat u dus ook met spraaksturing een adres kan invoeren. Wees hierbij wel duidelijk met de spraak en volg de instructies op zoals ze op het scherm vermeld staan. Naast de navigatieinstellingen kunt u ook nog door middel van de tandwieltjes ook weer de diverse mogelijkheden aanpassen. Bijvoorbeeld routeopties, kunt u de dynamische navigatie instellen. Op dat moment wordt de navigatie actueel ook bijgewerkt. Op het moment dat er bijvoorbeeld files zijn, u kunt snelwegen vermijden, tolwegen vermijden, etc. Wanneer we weer teruggaan, kunnen we ook de instellingen van de navigatie in kaart aanpassen, zodat u nog verschillende mogelijkheden heeft. Ook hierbij kunt u weer naar beneden scrollen en nog een aantal functionaliteiten aan- of uitzetten. Bent u klaar met uw instellingen, drukt u weer op het tandwieltje en dan gaat u weer terug naar de kaart. Wilt u weer helemaal terug, druk op het huisje en dan komen we weer automatisch op het homescherm. Dit was de instructievideo voor de navigatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.